Hallo, ik ben Wachong Bozanim en ik ben een student van Supreme Matriarch Jikwan Debopsenim en Dharma-leraar. In het dagelijks leven werk ik als pianist en pianodocent. Ik ga voor u lezen de Daily Sutra van Jikwan Debopsenim, nummer 7442, van 24 oktober 2012. Voor het maken van een mooi instrument is grondig onderzoek nodig, de juiste kwaliteit van onderdelen en materialen en een goede kennis van zaken. En zelfs dan nog, het creëren van een volmaakte toon vereist dat de ambachtsman met hart en ziel zijn talenten inzet. En zodra het instrument is gemaakt, is er iemand nodig om het mooi te bespelen en een publiek om naar de klankrijke muziek te luisteren. Zo hebben wij mensen ook de juiste geesteshouding en wijsheid nodig om de geest op een goede manier te gebruiken. Met helderheid en wijsheid worden we mensen wier diensten vruchtbaar, nuttig en voor anderen nodig zijn. De toewijding om dienstbaar te zijn transformeert het leven naar een leven vol waardering en zingeving. Om die reden wordt de leer van Boeddha en de beoefening ervan geleerd en gevolgd. Net als een muzikus die altijd weer zijn instrument moet poetsen om het te laten glanzen, moeten wij onszelf polijsten. Wij zijn daarom als de pianist die aan een prachtige piano zit en schitterende muziek maakt om de luisteraars te inspireren. Net zo is je bestaan toewijden aan het geven van grote vreugde en voordeel aan anderen vergelijkbaar met het zijn van een uiterst precieze uitvoerder of dirigent. De opgebouwde verdiensten brengt daarmee een leven vol voorspoed en pracht, leven na leven. Door het luisteren naar, het leren en onthouden van de leringen van Boeddha en het beoefenen ervan, zal alle negativiteit in de geest verdwijnen. Het zal ervoor zorgen dat je positiviteit en schoonheid altijd blijvend is. Dat is waarom alles soepel verloopt, ongeacht de situatie. Het is vergelijkbaar met een componist die schrijft op een wit papier. Wat voor noten daar ook uit voortkomen, de muziek zal altijd het hart raken van de luisteraar. Zo is het gewoon. Het leven kan voor iedereen die dit beoefent zo mooi zijn. Dus word alsjeblieft een groot uitvoerder of dirigent die onophoudelijk voor geluk en vreugde zorgt voor iedereen. Dank u wel, Jikwan Debopsenim.